Welkom bij weer de nieuwe podcast. Vandaag een interessante gast. Uiteraard hebben we altijd interessante gasten. Iemand die letterlijk de hele wereld over reist voor één vis. Maar oké, we gaan hem aan de tand voelen waarom hij dat soort gekke dingen doet. Hij gaat zichzelf uiteraard aan jullie voorstellen. En dan gaan we zijn verhaal eens beluisteren. Waarom iemand dat doet, de wereld over voor één vis. Ja, dankjewel Evert. Leuk om hier te zijn. Ja, ook welkom. We zijn begonnen en ik weet nog niet waar het gaat eindigen. En de trend is al gelijk gezet. En dat heeft natuurlijk gewoon ook te maken, als je reist weet je soms ook niet hoe het gaat eindigen. Nee. Maar goed, ik zal mezelf inderdaad eerst even introduceren. Mijn naam is John Smit. Ik woon in Huizen, getrouwd met Marijke, twee prachtige kids die ondertussen allebei studeren. Vis eigenlijk al mijn hele leven. Ik ben eigenlijk volgens een paar mensen al daarmee begonnen toen ik ongeveer kon lopen. Mijn opa pakte me op en van daaruit is dat eigenlijk nooit meer weggegaan. Vakantievissen, vissen tijdens het werken. Werken werd reizen voor het werk en dat combineer ik dan met vissen. Dus wat ik doe in het dagelijks leven, doe ik wat verschillende dingen naast elkaar ondertussen. In het werk, dus ik doe wat werk in het bedrijfsleven, maar ook in ondertussen de hengelsport, waaronder visreizen zoals je weet met Joris bij visreizen.nl en Wild Best Fishing Trips. Ja, en heb ik het nodig gedaan en probeer eigenlijk nu mijn tijd heel mooi te combineren tussen zakelijke dingen en een beetje reizen en ondertussen ook zelf nog lekker vissen. Ja. Ja. Nou ja, voor de mensen die denken van dat ik nu John de maat zit te nemen. Ik ben natuurlijk uit hetzelfde hout gesneden. Want ik ben natuurlijk net zo koekoek als John. Ik reis ook jezelf wel een compliment krijgt, hoor. Ik reis natuurlijk ook de hele wereld over voor één vis. Maar dat is juist mooi. Ja. En dat is ook de reden waarom ik je eigenlijk heb uitgenodigd. Hartstikke leuk. Dus dan hebben we dat ook gelijk even recht gezet. Ja. Je hebt jezelf al denk goed voorgesteld, hè, dat mensen weten wie je bent. Waar komt die fascinatie vandaan om het maar even bij de kop te pakken, de wereld over voor een vis? Ja. Waar zit dat bij jou? Ja, het is de wereld over voor een vis, maar het heeft ook heel erg te maken met, ook al de interesse voor andere landen, andere culturen, andere talen. Ik heb het geluk gehad. Gewoon met name in mijn werk altijd veel te kunnen reizen. En met mijn vrouw hebben we ook altijd veel gereisd. En ik vind dat gewoon prachtig, weet je. Dus dat was eigenlijk al een basis. Ja, dat vissen, wat ik al zei, dat zit in mijn bloed, weet je. Niet vissen, dat bestaat voor mij niet. Als je dan eenmaal op reis bent, dan kom je eigenlijk vanzelf daar steeds meer mee in contact. En wat er ook gebeurde eigenlijk, dat was zo'n beetje midden jaren 90. Toen kwam dat internationale vissen ook steeds meer los in Nederland. Hè? We hadden bijvoorbeeld in die tijd, ik had het er vandaag nog met hem over, meervalvissen in Europa met Lucas van de Geest. Ja. Die kwam ik per ongeluk tegen op de visbaan, omdat ik mijn eerste bootje ging kopen. En dat was zo'n klein portabootje en ik zei, nou dat kan nooit, weet je, zo'n groot lichaam en dan nog zo'n vismaat die dat gaat niet werken. Dus die meneer die verwees me naar Lucas, want die had er al een keer meerval in zitten vangen. Ja, en daar ontstond die passie uit van, hey, dit is leuk. Nu kan ik met een boot op het dak naar andere landen toe gaan en daar ook vissen. En dus eigenlijk was de optelsom altijd al van reizen en interesse hebben. En dat reizen werd eigenlijk steeds groter door het werk. Dus ik werkte in eerste instantie met name vanuit Nederland. Maar later kreeg ik internationale rollen. En zeker toen ik een aantal jaren lang voor een bedrijf wereldwijd werkte, waarbij ik bijna elke maand op een ander continent zat. En ook nog het geluk had dat ik met een Australiër samenwerkte die nog veel gekker was dan vissen dan ik was. Was eigenlijk het punt bereikt dat we zeiden, ja, als we dan toch ergens zijn, laten we dan ook gewoon af en toe de kans pakken om daar dat vis aan te knallen. Ja. Dus toen opeens was het zo ontstaan. Weet je? En in die tijd gingen steeds meer mensen reizen. Kwam internet op en kwamen die verhalen. Dus zo is dat begonnen. Ja, want Kraal was, die heb ik ook in de podcast gehad. En die noemde jouw naam nog specifiek. Want de goede havenvisser. Ja. Want ligt daar. Nou ja, hij was heel erg lovend. Ja, dat was heel leuk van hem. Ja, ik ken hem heel goed. Dat weet en hij zei van dat jij dat ook goed beheerste. Dat geeft ook aan als zulke mensen dat over je zeggen. Dat heeft wel waarde. Die fascinatie voor het reizen of vissen in Nederland, hoe moet ik die belangen zien? Waar ligt meer je passie, buitenland of ook wel in Nederland? Nou, absoluut beide. Weet je, en het is leuk dat Marco dat zei, weet je, en dat waardeer ik enorm. Want ik vind hem ook zo'n voorbeeld van iemand, dat heeft hij ook laten zien als in de podcast, hoe breed geïnteresseerd en georiënteerd hij is. Ja. Hij heeft echt gewoon daar zelf ook een goed beeld bij en hij reist zelf ook veel.
Kijk, voor mij gelden beide. Weet je, ik kan net zo hard genieten van een sessie aan de IJssel met karperen, waar je een soort vakantie in eigen land hebt. Ja. Of in mijn eigen boot op het Gooimeer, zoals Marco beschreef, op een prachtige stille dag. Als dat je ergens op reis bent, hoe gek dat ook mag klinken. Weet je, wat het dus betekent voor mij is dat het niet alleen maar gaat over die vis. Weet je, dat is ook als ik met mensen samen op reis ga, dat ik zeg, ja, natuurlijk stellen we een doel. En natuurlijk hoort daar een vis bij of een specifieke maat. Of nou, je weet zelf hoe het werkt. Hè? Ja, je bent helemaal gefocust op dat ene ding. Maar als je alleen daarop focust en daar ook je geluk aan moet ontlenen, ja, dan wordt de kans op teleurstelling ook heel groot. Ja. En je mist gewoon heel veel. Ja, en dat gevoel hebben met die natuur en die omgeving waarin je zit, of de mensen met wie je reist, weet je. Ja. Ja, dat hoort er gewoon net zo hard bij. Dus ik vind het lastig om te zeggen, nationaal of internationaal, als je zou zeggen, je moet kiezen het een of het ander, dan zou me dat ongelukkig maken. Want ik denk dat beide gewoon heel erg mooi zijn. Ja, dat denk ik ook, ja. Dus eigenlijk heb ik hier uitgenodigd natuurlijk voor het buitenland. Ja. Want dat is denk ik een verhaal wat mensen graag willen horen. Waarom zeg ik dat? Ik heb vaak in het begin, nu niet meer, maar deed ik ook groepsreizen. En voor mensen was het vaak een hele drempel om alleen op reis te gaan. En dan praat ik gewoon over naar Zweden gaan. Ja. Wat voor ons bijna een tweede natuur is, hè? Om het zomaar te zeggen. Ja. En die hadden toch van, nou, ik ben blij dat er een reisorganisator bij zit. Want ja, die kan me daar ter plaatse dan ook feedback geven. Ja. Maar ja, ik zei het al in de intro. Naar het buitenland gaan. Ik ben zelf in Nieuw-Guinea een paar keer geweest. Oost-Rusland heb ik gevist. Ja, daar staat niemand die je hand vasthoudt. En dan moet je het toch alleen gaan uitzoeken, ontdekken. Met alle mogelijke gevaren van dien. Ik heb echt hele gekke dingen meegemaakt. Mm. Hoe is dat voor jou? Ben jij echt een avonturier en je ziet, het komt wel op me af? Of ben jij, dek je toch bepaalde risico's af? Hoe ga jij op reis? Ja, nou, dus zeg maar, of ik een avonturier ben of niet, dat laat ik altijd aan anderen om te beoordelen. Weet je, natuurlijk is zo dat ik wel een paar reizen heb gedaan waarvan mensen achteraf dan zeggen, zo, dat is spannend of ingewikkeld. Ja. Volgens mij waar het mee te maken heeft is allereerst wie je zelf bent. Het is niet iedereen, zeg maar, heeft er zin in om zoiets spannends aan te gaan. Dat zie je ook in het type werk dat mensen kiezen en dergelijke. Ja. Dat is de sport die je doet in het algemeen. Weet je, dus ik ben altijd wel een type geweest die wel leuk vindt om het randje op te zoeken. Maar niet onbezonnen. Nee. Ja, dus er zullen ook mensen zijn die zeggen van, nou, John, dat is wel risicomijdend. Weet je? Dus ik ben altijd heel erg bezig met proberen na te denken over wat zou er op me af kunnen komen en hoe ga ik daarmee om? Weet je, ik ben wel alert. Ja. Of als we zo'n grote reis maken, dan bereid ik hem ook ver boven gemiddeld voor. Weet je, tot en met. Je koudt hem wel helemaal uit. Ja, ik kou hem echt helemaal uit. Weet je, dat moet gewoon eigenlijk moet gewoon heel goed zijn en zo zit ik gewoon in elkaar. Maar kijk, als je kijkt naar, zeg maar, die internationale reizen, wat er ook mee te maken heeft, is dat het ook, net als met alles, te maken met hoe je ervaring opbouwt. En het is precies wat je zegt. Je moet een keer, als je dat wil, die eerste drempel overgaan. Ja. En sommige mensen pakken dat zelf op. Die stappen in de auto en die gaan. Daar ken ik er ook genoeg van. En jij ook, weet je. Dat zijn echt mensen die soms bijna onbezonnen ergens naartoe gaan en met een hoop geluk terugkomen. Zeggen, nou, dit was gaaf en hebben ze het ook geleerd. Dat kan op die manier. Ja. Maar je hebt ook mensen die hebben gewoon net even dat setje nodig. En die willen dan wel, maar die zoeken dan even contact op. Weet je? Ja. Dat kan op verschillende manieren. In die tijd dat we de Dutch Anglers groep oprichten en ook onze reizen gingen beschrijven, kregen we via zo'n onafhankelijk platform kregen we heel veel vragen. En er waren heel veel mensen nog steeds overigens die dan contact opnemen en zeggen van, joh, ik zeg dat jullie in Costa Rica zijn geweest of GT's gevangen hebben in Andaman of noem maar op. Veel in Noorwegen vist in die tijd. En dan geef je advies. En daarmee verlaag je al die drempel. Hè? Dan kun je echt helpen. Nou ja, nu, weet je, doe ik dat ook professioneel samen met Joris in het bedrijf. En eigenlijk zeggen we daar hetzelfde in. Weet je, het gaat erom dat je uiteindelijk, dat zegt Joris wel mooi, met al je zintuigen geniet. En om dat te kunnen doen, moet je gewoon goed voorbereid zijn en goed nagedacht hebben over wat je daar wil bereiken en wat je mogelijk tegen kan komen. Heb jij ook reizen gemaakt die voorbereiding gewoon niet uit de verf kwam? Ja. Of heb je ze wel allemaal gemaakt, allemaal helemaal van A tot Z, helemaal uitgekoud? Nee, de reizen zijn eigenlijk nooit zoals je ze precies van tevoren plant. En weet je, en soms gaan dingen ook gewoon mis. Weet je, dat is wat het is. Weet je, dat was met dat meervallen in de tijd al. Weet je, we hebben een situatie gehad dat de rivier onverwacht hard steeg. En dat
ik 's ochtends wakker werd en eigenlijk nog net op tijd de boot los kon snijden van het touw voordat die onder water verdween. Ja. Weet je, dat heb je hebben meegemaakt. We hebben ongelukjes meegemaakt. Er zijn natuurlijk dingen met kleine verwondingen geweest. Gelukkig nooit iets heel ernstigs. Ja. Dat gebeurt. Weet je, het gebeurt ook wel eens dat je op een plek aankomt en dan is er van alles, zeg maar, bedacht over hoe je daar kan vissen. En dan is net op dat moment de lokale aannemer begonnen om een steiger te bouwen. Het blijft natuurlijk net als in Nederland, moet de natuur waarin je zit. Ja. En waar mensen wonen, dus daar gebeurt wat. Dus ik zeg altijd wel, weet je, je bereidt je zo goed mogelijk voor. Hè, maar tegelijkertijd moet je ook heel flexibel blijven en incasseringsvermogen hebben. Ja. Weet je, dat zien we nu bijvoorbeeld in de Amazone. Weet je, dat is ongekend laag water. Ja, daardoor wordt eigenlijk ongeveer elke visstrip anders dan dat die ooit is geweest. En verleggen de seizoenen zich ook een beetje. En dat is voor die visserij daar cruciaal. Ja, ga je dan niet of zeg je, ik maak er het beste van. Weet je, dat ja, is een keuze. Ja, dat zijn keuzes die gewoon, dat is heel persoonlijk natuurlijk. Ik weet, jij werkt bij een visserijsorganisatie. Stel dat mensen zeggen, nou, ik wil ook wel eens een keer een extreme. Zou je dan zeggen, voor het avontuur lekker zelf allemaal doen? Of koop je bij zo'n visserijsorganisatie ook een bepaalde zekerheid? Ja, je koopt zeker zekerheid. Want je, los van de voorbereiding en de kennis die overdracht die je hebt, zijn reisbureaus, niet alleen het Hengelsport, maar in de brede zin natuurlijk ook aangesloten bij allerlei garantiefondsen. Ja. En als je pakketten koopt, weet je, dan is het ook zo dat als één onderdeel zeg maar niet door kan gaan, om welke reden dan ook, dat dan de rest daarin meebeweegt, omdat het bureau dat oppakt. Dus het maakt het wel allemaal een stuk gemakkelijker. Ja. En een stuk zekerder om die reden. En dat is heel behulpzaam. Dat is wat we aanbieden. Maar als iemand, weet je, mij benadert en zegt, joh, ik doe dat gewoon eigenlijk liever zelf. En daar ken ik er ook genoeg van. En die heb ik ook dicht om me heen. Ja. Ja, even goede vrienden, weet je. Ik bedoel, dat is gewoon hoe het in elkaar zit. En het is alleen maar gaaf als mensen op die manier hun passie achterna gaan. Ja. En met mooie verhalen terug kunnen komen. Ja, ja, ik ben zelf natuurlijk het type. Ik liefst niet op de gebaande paden. Ik loop liever voorop, zeg maar. Dat kan ook inhouden dat je af en toe flink op je bek gaat. Ja. Maar ik vind dat wel heel mooi. Maar ik snap wel dat mensen toch een bepaalde zekerheid willen afkopen. Zeker als het die eerste keer is. Ja. Kijk, ik was beroepsmilitair en ik zeg altijd, ik ging letterlijk de hele wereld over met mijn geweer. Ik doe nu hetzelfde, maar dan met een hengel. Ja, ik vind dat wel mooi. Ik hou daarvan. Ja. He, in Oost-Rusland, hoe verzin je het? Maar ik wilde graag die Amoersnoek vangen. Ja. Ja, en dan dat is eigenlijk heel weinig reisbureaus die daar iets zinnig over kunnen zeggen. En dan kom je eigenlijk dat je het zelf moet gaan uitvinden. Ja. Ik vind dat mooi. Is dat ook meer jouw ding? Of ben jij toch meer het type visser die dan toch, even los van jouw vakgebied. Ja. En maar ik wil even kijken wat voor type jij bent. Ja. Ben jij dan meer het type van, nou, ik doe het dan liever bij het reisbureau? Of zeg je van, nou, liever zelf allemaal uitzoeken? Ja, als je het mij persoonlijk vraagt, ben ik liever die laatste. Ja. Weet je, dus ik vind pionieren mooi en ik vind het mooi om naar plekken toe te gaan die nog een beetje, precies wat je zegt, een beetje ondergrond zijn maagdelijk en waar je het een beetje zelf uit moet vogelen. En ik vind het ook oké om een keer ergens naartoe te gaan en dat het dan gewoon zwaar tegenvalt, want dat is dan ook onderdeel van het geheel en dat is dan toch weer een mooi verhaal. Ja. Weet je, dat was in de tijd al met dat meervallen waar ik het over had. Ze gingen echt, in een jaar gingen we heel Europa door met een bootje op de auto en niemand wist hoe het moet. Nee. Weet je, gewoon echt pionieren. Echt pionieren. En dat was dan in Europa. Maar datzelfde heb ik wel zitten doen in andere werelddelen. Weet je, ik ben een keer in Japan, was met collega's en die zeiden van, was ik daar aan het werk? Ja, er wordt op dit moment veel tonijn gevangen. Iets ten noorden van, maar of je mee kan of niet. Het zijn allemaal Japanners, het zijn allemaal Japanse bootjes. Ja. Hoogstens een keer kijken. Ik zeg, let's go. Ja. Weet je, ik hou ervan. Ja, ik ook. Uiteindelijk was ik de enige, zeg maar, westerling met, ik denk wel 200 Japanners. Ja. Die in allemaal bootjes de zee op gingen. Ja, fantastisch. Ja. Weet je? Een ander verhaal is Eindigdoven was ook nog heel mooi in Japan. Dat was echt, die hangt nog steeds in mijn werkkamer aan de muur. Dat was wel heel gaaf. Dus we hadden een klein bonito-achtige tonijntjes gevangen, zou ik maar zeggen. En toen we terugkwamen aan de kust, hadden ze georganiseerd dat voor die ene westerling, was dan een dametje. Echt een heel mooi oud klein Japans mevrouwtje. En die moest ik dan mijn tonijn aangeven. En dan werd ik een hutje ingegaan en daar liep zij naar binnen. Ik moest ongeveer op mijn knieën naar binnen, zeg maar, voor de deur. Ja. En toen we daar zaten, lag er een wit laken en werd die tonijn werd in koolstof gesmeerd. Hij heeft zo'n afdruk gemaakt en is in mijn naam in het Japans erop gezet. En de naam van de boot. Dat is wel apart. Dat was omdat ze het ook zo waardeerden dat iemand zo'n interesse dan weer toont in hoe zij dan, zeg maar, met vissen bezig waren. Ja.
En dat vond ik geweldig. En datzelfde heb ik een keer in Zuid-Afrika gehad, in de buurt van Durban, waar ik dan voor mijn werk was kwam. En dan ging ik in het weekend vissen en dan had ik een bed and breakfast. En dan zouden we door de branding op het rif gaan vissen. Te veel wind, kon niet naar buiten. Nou, dan kan je in je bed and breakfast blijven en een beetje, zeg maar, lekker een drankje drinken aan het zwembad. Ook gaaf. Ja. Weet je, maar ik ben het strand opgegaan, want de locals konden ook niet vissen. En uiteindelijk heb ik daar in dat weekend met die locals op het strand, weet je, zitten barbecuen. Die hebben me geleerd hoe je netten in elkaar moet zetten. En er wordt nu als voor gegrapt van, daardoor is die spit een stroper geworden in mijn land. Maar ik ontken alles. Ja, terecht. Ja, maar weet je, dit zijn wel de verhalen en die geven de showdown. Ja. Ik hou ervan, weet je. Maar het zijn net zoveel mensen die zeggen, ja, maar wacht even. Daar zit ik helemaal niet op te wachten, weet je. Ik wil gewoon dan veilig voelen of alternatieven hebben voor het vissen. En wat mij betreft is alles goed. Weet je, als je maar helder bent in wat je wil doen. Maar ik ben meer de visser die voor dat soort dingen gaat. Ja, ja, ik snap dat. Want ik heb in extreme. Ja, ik moet er niet te veel over roepen. Want we krijgen Arno Terlouw nog in de podcast. En dan gaan we het over Nieuw-Guinea hebben. Nou, daar heb ik dingen meegemaakt. Dat geloof je bijna niet. Met Papua's met kapmessen naast ons bed. Maar ja, nu ga ik misschien te veel gras wegmaaien voor Arnoud. Maar ja, dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. En als je dit soort reizen maakt. Ja. En wij zeiden altijd, er komt altijd een konijn uit de hoed. Ja. Dat is meestal niet in de positieve vorm. Ja, dat is wel zo. Ja, er gebeurt natuurlijk altijd wel wat. Ja. Maar de mate waarin, ja, weet je, zo erg als wat jij hier beschrijft, heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Maar weet je, ik kan me wel voorstellen dat. Jij bent wel wat gewend, zou ik maar even zeggen. Hè? Met je achtergrond. Vanuit mijn achtergrond, Weet je, en weet je dat, nou ja, weet je, ik ben ook een beetje niet bang voor iets wat er op me af zou kunnen komen. En als je maar alert bent, kun je mee omgaan. Maar het is, hier heb je wel een heel belangrijk punt te pakken. Want voor sommige mensen kunnen dit soort dingen, of kleinere dingen, al heel indrukwekkend zijn. En dat is ook waar het in groepen over gaat. Weet je, en daarom. Ik maak er zelf altijd echt, neem ik de moeite voor, gewoon goed voorbereiden en van tevoren met elkaar overleggen. Dus dat je goed snapt, wie gaan er mee en waar kijken die naar? Nou ja, daar wil ik graag wel op inhaken, want ik bedoel, ik maak dit soort reizen ook alleen maar met mensen. Kijk, naar Zweden is geen probleem, dan mag iedereen met me mee en daar geloof ik het wel. Want daar kan ik altijd wel op anticiperen, maar tot de extreme reizen, is denk ik maar een handje vol mensen waar ik echt op vertrouw. En je bent daar zo op elkaar aangewezen, dat is niet voor iedereen weggelegd. Mm-hmm. Ik ben toch vrij selectief al wie ik in mijn kleine cirkeltje toelaat. En dat bedoel ik helemaal niet negatief, maar ik bedoel, als het misgaat, en vaak gaan er dingen mis. Hè, ik bedoel, ik ben naar Rusland geweest en daar zaten we in the middle of nowhere en er ging gewoon de auto kapot. En er stapte je uit en liepen daar echt wolven rond. Ja, dan kan ik niet zomaar iedereen bij me hebben. Dan moet ik wel lui om me heen hebben die ik ook kan vertrouwen. Ja, en als natuurlijk. Het misgaat, die er dan ook voor je zijn, zeg maar. Ja. En dat zijn wel dingen waar je dan wel tegenaan kan lopen. Ja, dat, en hier zit voor mij het haakje waarom ik het zo leuk vind om te doen wat ik nu doe. Weet je, als het gaat om reizen, weet je, in het algemeen als mensen geïnteresseerd zijn. Iedereen kan me altijd alles vragen. Stuur me een persoonlijk bericht en je krijgt antwoord. Ik vind het echt heel erg leuk om gewoon ervaring te delen als ik dat kan. En als mensen dat op prijs stellen. En als ik kijk naar, type visreizen. Ik vind die avontuurlijke reizen persoonlijk. Hè, als visser vind ik heel leuk. Maar als het gaat om het begeleiden van visreizen. Dan vind ik eigenlijk, beide uitersten op die lijn vind ik interessant. Weet je, we hebben vorig jaar een fantastische reis naar Guyana gemaakt. En die gaan we dit jaar weer doen met een aantal groepen. Ja, dat is gewoon echt een belevenis. Weet je, bijna dieper de Amazone in, kan niet. En een aantal soorten waanzinnig. En alles wat je er beleeft. Maar aan de andere kant, de laatste jaren ook betrokken geweest bij grotere groepsreizen naar Noorwegen. Weet je, vaak mensen die gewoon echt nog even die eerste reis maken en geholpen willen worden over het vissen, een boot, weet je, en alles wat erbij komt kijken. Net zo leuk. Ja. Weet je, ik kan geen grotere lol hebben dan dat je mensen aan boord hebt die je. Die helpt om een vis te vangen in die omgeving, in die beleving. Vaak met vrienden of familie, dat ze daar samen zijn. Ja. Ja, dat is schitterend. Weet je. Ja. Ik vind dat eindeloos. Ja. Nee, dekken jullie ook risico's af? Stel, even in extreme, dat in mijn geval dan. Ik kom in een situatie dat de papa's met een kapmes naast je staan.
Hoe gaan jullie daar als organisatie mee om? Is dat af te dekken, dat soort risico's? Is dat altijd op basis van eigen risico? Ja, hebben jullie daar clausules voor? Ja, dat laatste stelt dat is natuurlijk, want je praat eigenlijk over excessen. Ja. Weet je, dat is hetzelfde als natuurrampen of ongevallen die zich voor kunnen doen, waarvan je allemaal hoopt dat het nooit gebeurt, maar iedereen weet dat het nooit volledig uit te sluiten is. En dus als je dit soort reizen doet, is het de verantwoordelijkheid van het bureau om dat zo goed mogelijk en zo transparant mogelijk voor te bereiden, ook op de risico's. En op het moment dat je dat met elkaar hebt afgekaart, dan gebruiken we allerlei officiële instanties om te blijven toetsen, kan dat, weet je wel. Ja. Dus Guyana bijvoorbeeld, dat is in de omgeving met Venezuela en Brazilië en dergelijke, daar was de laatste maanden wat drukte over. Hebben we gelijk scherp, volgen we, weet je, zou het nou zo zijn dat je ziet dat daar adviezen ontstaan die maken dat je dat niet moet doen, ja, dan doe je het niet. Nee. Weet je, je gaat er niet op zoeken, zeg maar. Zeker niet in die zin. Want werken jullie dan ook met die kleurcodes van de overheid, geel en oranje? Ja, daar kijken we al naar. Maar het is me ook wel opgevallen dat je dan ook wel even goed op moet letten in de zin van timing, of dat klopt of niet. Ja. Want ik heb met name in die coronaperiode is dat heel zichtbaar geweest, dat het soms vrij lang duurde voordat het bijgesteld werd op basis van wat het daadwerkelijk was. Dus aanvullend kijken we ook naar het land zelf. Weet je, kijk je, nou ja, wat wordt er al gereisd? Wat doen de luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld? Dat is ook wel een aardige indicatie. En je kan dus op allerlei manieren die informatie tot je krijgen. Ja. Sorry. Ja. Maar het belangrijkste is gewoon dat je moet een beetje ook gewoon je gezond verstand gebruiken. Ja. Weet je? En, ja, en gewoon het risico. Weet je? Een goede risicoanalyse voor jezelf maken. Ja, dat is het gewoon. Weet je? Want uiteindelijk is het maar vissen. Het is maar vissen. Je moet geen dingen doen die onverstandig zijn. En als bureau doen we dat op deze manier. En dat bespreken we met iedereen. En dan is het vaak ook gewoon voor iedereen duidelijk. Ja. Kijk, wat nog wel gebeurt, maar dat is iets anders. Weet je? Bijvoorbeeld in Nederland hebben wij geen giftige dieren. Nee. In de Amazone wel. En nou, we misschien een addertje nog op de hei. Ja, maar, precies. Ja. Weet je, en misschien eens een keer een tijgermug waar je ziek van kan worden. En een keer een hond. Een hond is bij wijze van spreken nog gevaarlijker dan. Maar op het moment dat wij bijvoorbeeld in Guyana komen, dan zitten we daar in een gebied in de Amazone. Ja, er zijn gewoon ook allerlei dieren waar je wat van op kan lopen. Ja. En dat is op zich helemaal geen probleem. Want als je ook daar gewoon normaal mee omgaat, gebeurt dat in principe niet tenzij je pech hebt. Maar je moet wel je gedrag even aanpassen. Ja. Weet je, dus wat ik zelf wel doe is voordat we daar bijvoorbeeld, je vliegt meestal naar het land toe en dan ga je met een jungle vliegtuig de jungle in, heel gaaf overigens, dan vlieg je daar zo en dan kijk je naar die jungle onderin en dan denk je, jee, maar wat ben ik, en dan land je op een grasbaan ergens en dan is de lounge is een of andere plaggehut, weet je, staat de tractor klaar of wat het ook is en die brengt je naar de boot, is prachtig, maar voordat we die vlucht maken, weet je, dan doe ik wel echt even van jongens, even een bewustzijnsmoment, als we dadelijk uitstappen, dan zijn we in een gebied waar je bijvoorbeeld wel even moet kijken waar je je voeten neerzet. Weet je? En weet je, dat is eentje die, Roel Ossel bijvoorbeeld, een vriend van me, die is ook heel vaak geweest en die kan het ook altijd zo goed omschrijven. En die zegt gewoon, ja, als je loopt, dan kijk je waar je loopt. En als je om je heen wil kijken, dan loop je niet. Ja. En dat klinkt heel kinderachtig, zo'n regeltje, maar dat helpt gewoon enorm. Ja. Weet je, een ander is bijvoorbeeld in de Amazone overleven planten, omdat ze iets hebben waardoor ze niet opgevreten kunnen worden door mieren of hagedissen of beesten die mieren, wat heet die beesten die planten allemaal opeten. Niet zo'n sterke zin dit, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus die hebben iets. Dat kan giftig zijn, kunnen stekels op zitten, weet je. Dus in principe blijf gewoon van alles wat groen af is. Nou, dan kom je met je bootje aanvaren en dan wil je naar de kant toe en snel die vis fotograferen. En het eerste wat mensen doen is die takken aanpakken. Ja. Of ze gaan in het water staan. Heb je de blaren op je handen staan. Ja, of ze gaan in het water staan waar die takken invallen. En dan zitten diezelfde stekels nog aan. Weet je? Dus je moet een beetje ook wel die alertheid opbouwen. En daar eigenlijk leg ik meer de aandacht nog op. Als we daar zijn, dan van tevoren, ja, dat doen we ook wel heel precies. Maar dat we daar met mensen echt, dat doen we als bureau, zeg maar. Ja. Dan zeggen we, het is oké, dan gaan we. En dan gaan we daarna hebben over vissen en lol maken en de natuurbeleving. En dan de veiligheid ter plekke. Ja. Ja, en doen jullie bijvoorbeeld ook vaccinaties controleren? Want toen wij naar Nieuw-Guinea gingen, dan moest je echt wel een x-aantal vaccinaties nemen. Ja. En je malaria-pillen allemaal meenemen. Klopt, ja. Doen jullie dat ook? Controleer je dat van tevoren of iedereen de juiste vaccinaties heeft? Ja, dat is een algemeen advies. Maar kijk, op het moment dat je naar vaccinaties gaat, ga je naar medicatie. Ja. En dat kan dus betekenen dat iemand al een medicijn gebruikt. En dat weet de huisarts en wij niet. Dus die moet dat dan zelf even goed overleggen. Dus wat we aangeven is, als voor een land vaccinatieverplichtingen zijn. Ja.
dat we die kenbaar maken en daarbij zeggen, overleg met je huisarts wat voor jou de beste route is. Want ja, wij zijn geen artsen en dat is ook... Want dat mogen jullie zeker niet controleren dan, als organisatie. Want de reden waarom ik het vraag is, kijk, wij hadden intern natuurlijk sociale controle. Kijk, want het kan natuurlijk zijn dat jij in momenten dat je landt en gelijk wordt gestoken door een malaria-mug. En als jij je medicijnen niet bij je hebt, ja, kan het zijn dat je doodziek daar bent. Waardoor je gelijk de hele groep benadeelt. Ja, dat is een heel interessant punt wat je hier bereikt. Want je hebt natuurlijk een aantal beperkingen en ook vrijheden van mensen zelf om te kiezen hoe ze omgaan met hun eigen bescherming en veiligheid. Ja. En ze moeten zich realiseren dat waar ze voor kiezen ook een effect op de groep heeft als het misgaat. Dus daarom bespreken we dat transparant en zeggen dit zijn de vaccinatieverplichtingen. Als het gaat om veiligheid, realiseer je, jongens, dat als jij in een doorn stapt en je moet terug naar de hoofdstad, dus er moet een vliegtuig komen of je hebt een dikke snee, ja, dan heeft dat een impact op de hele groep, weet je. Dus probeer dat met elkaar goed te doen. En ik moet eerlijk zeggen, over het algemeen gaat het gewoon prima. Iedereen is daar gewoon heel welwillend in. Want als jij het goed doet, doet die ander het ook goed. En dan gaat het met de hele groep veel beter. Ja. Wat wij wel doen is, naast dat we aangeven wat de vaccinatie... adviezen of verplichtingen zijn afhankelijk van het land waar je heen gaat en dat je dat met je huisarts af moet stemmen, is dat we hen aangeven dat als er mensen zijn die medicijnen gebruiken en dat het wellicht verstandig is om dat bij ons kenbaar te maken en dat we dat graag zouden willen weten. En dan blijft dat uiteraard bij het bureau. Dat bureau heeft natuurlijk sowieso te maken met de privacy rules die daarvoor gelden. Ja. Als ik tourleader ben, vind ik het fijn om dat te weten. Ja. Want als er wat gebeurt, dan heb je gewoon bovengemiddeld haast. Ja, dan wil je geen vergissingen maken. Nee. Nou, en malaria is weer heel specifiek. Dat was in het verleden, wat je zeg maar, één tablet, dat heette Lariam. En daar werd je ook helemaal lari van, zeg maar. Ja, Lariam. Ja, dus dat was echt... wat zei de Cote B, stromende bergbeken voor de koeken. Ja. Dat was echt niet te geloven, gewoon weg. Dat was echt een ramp om dat te gebruiken. Ondertussen zijn er betere middelen. En ook zeg maar, de manier waarop je dat kan gebruiken is nu zeg maar, veranderd. Hè. Dus als je naar een gebied gaat waar malaria heerst, dan heb je eigenlijk drie scenario's. Eén, je kan het medicijn niet gebruiken, want je gebruikt andere medicatie waar dat niet bij past. Dat weet je huisarts. Ja. En dan twee, je kan het medicijn wel gebruiken. En dan valt het weer uiteen in twee mogelijkheden. Je gebruikt de tabletten proactief. Dus je eet die pillen zeg maar, elke dag, dat als je gestoken wordt, dat die parasiet gelijk... doodgaat omdat in je bloed die stofje zal zitten. Of je neemt ze mee. En als je dan koorts krijgt, dan begin je op dat moment met de pillen. Maar dan ben je wel al ziek, zeg maar. Ja. En dat moeten mensen dus voor zichzelf bepalen. Dat zie ik door elkaar heen lopen. Weet je, dus een zegt, ik wacht het wel af, want het valt allemaal reuze mee. En de ander zegt, van, nou, ik wil echt absoluut geen malaria krijgen. Dus neem gewoon die pillen. Dat wil je denk ik ook niet. Nee. Ja. Nou, als wij op reis gingen, namen we ook altijd, wij deden echt hele gekke dingen. Maar dan namen we bijvoorbeeld ook een... Je bent er ook niet van opgeknapt, vind ik. Nee, dat is wel te zien. Dat is ook te zien dat wij gekke dingen deden. Ja. Nee, maar dan namen we ook een, ik noem dat even vanuit militair gewonden tas met hechtdraad en morfine. En noem het maar. Hebben jullie dat ook bij als je extreme dingen gaat? Dat je helemaal zelfsupporting bent of val je dan terug op... lokale ziekenhuizen, artsen. Hangt een beetje van de situatie af van wie er meegaat als tourleader. Dus in mijn geval heb ik dat allemaal bij me, maar het is ook omdat ik in het verleden zo getraind ben geweest. Weet je, jouw achtergrond, maar dan aan de geneeskundige kant, zeg maar. Ja. Een jaar op een reddingboot gevaren en alle trainingen gehad. En ook de manier waarop ik geschoold ben, dus ik durf het aan om dat allemaal mee te nemen. Ik heb antibiotica bij me, hechtdraden. Ja, het is voor de kleine verwondingen. Kan ik allemaal doen. Maar als je natuurlijk een stap verder gaat, dan kom je heel snel op uit dat je toch dan naar een ziekenhuis zult moeten gaan. Ja. Dan wordt het gewoon te groot. Ja. Maar wat je eigenlijk aan het doen bent in die extreme reizen, wat mij betreft, is dat je daarmee gewoon tijd koopt. Ja. Dat is het. Hè. Dus je wil gewoon, als het dan een keer echt lelijk wordt, dan gewoon ook de tijd kunnen hebben om dan dat transport te kunnen regelen en dergelijke. Ja, kijk, het gaat natuurlijk niet altijd. Want ik bedoel, ik neem mezelf even als voorbeeld. In Nieuw-Guinea, dan was even voor de beeldvorming hadden we 5 vluchten, dus 4 tussenstops. Ja. En uiteindelijk kom je op je eindbestemming aan, een heel klein mini vliegveldje. En je stapt in een boot en het is 6 uur varen over de zee naar een eiland. En dan moet je het gewoon zelf kunnen regelen. Ja, dan is niemand die zegt van,
dan als nou ja, dat is het. Weet je? En je bent helemaal self-supporting natuurlijk. Ja, en niet iedereen kan het, weet je. En dat is dus om de mensen te helpen. Dus we, als we die grote reizen maken, kijken we er gewoon echt naar van wat zijn de mogelijkheden lokaal. In Bolivia bijvoorbeeld was iemand mee, die was een arts. Nee, prachtig, ja. Weet je, hartstikke fijn. En op de meeste plekken, weet je, ben je in een paar uurtjes ben je ergens waar je moet zijn. Dus dat valt allemaal reuze mee. Ja. Ja, en op die echt extreme reizen, precies wat je zegt, dan ga je gewoon een spade dieper. Want dan weet je dat je, you're on your own. Dan moet je het wel echt zelf regelen. Verreweg de meeste reizen is dit überhaupt niet aan de orde. Nee. Weet je, en als je dat omkeert met gewoon goed voorbereiden, dat mensen een beetje gezond verstand gebruiken. En ook zich realiseren dat je in een week, weet je, vermoeidheid en dat je andere bewegingen maakt. Even een beetje op jezelf past. Ja, weet je, ik klop het echt op deze tafel af. Maar ik heb eigenlijk nog geen gekke dingen meegemaakt op wat kleine verwondingen na, zeg maar. Ja. Dus dat valt gelukkig reuze mee. Ja, dus dat is eigenlijk denk ik wat je erover kan zeggen. En natuurlijk de meeste reizen die we doen zitten in de buurt van grotere plaatsen. En er zijn er altijd medische faciliteiten. Ja, 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 dat is geen probleem. Ik denk dat we het reizen wel nu in de grote lijnen, want ja, daar kunnen we uren over praten. Ja. Maar ja, dat is op een gegeven moment gewoon een kwestie van ondergaan. Ik wil toch, omdat het gaat toch ook over vissen tenslotte. Ja, natuurlijk. Waar wil ik heen? Ik wil eigenlijk aan jou vragen, wat is jouw meest bijzondere vis die je hebt gevangen op een verre bestemming? En hoe heb je dan dat voor elkaar gekregen? Ik denk dat dat ook wel leuk is. Want uiteindelijk ga je die reis maken, weet ik veel, alleen in de jungle. Ja. En dan kom je op het water aan. En dan ben je daar waar die vis woont. En hoe ga je hem dan pakken? Ja, dat ben ik wel benieuwd naar. Ja, dus mijn eerste vraag. Ja. Welke vis vind jij het allermooiste dat je in de vreemde hebt opgevist? Ja. En hoe was je... Ja, plan van aanpak. Ja, prachtig. Ja, mooie vraag. Het is bijna lastig om één vis te noemen. Dat je mag er meerdere kiezen, maar dan moeten we de podcast 3 uur maken. Ja, maar dat hoeven we niet te doen. Weet je, er zijn natuurlijk, weet je, dus, er zijn vissen die je in de tropen vangt en er zijn vissen die je in Europa vangt. Weet je. Ja. En als ik heel eerlijk ben, en dat is waar ik bijvoorbeeld met Lucas vandaag over had, dat ging meer vallen. Dat verhaal is echt hilarisch even. Nou, kom op. Moet je je voorstellen, hè? Dus Smit met zijn grote waffel, die gaat er meer voor samen met zijn maat. En nou, weet je, we koppelen dat aan elkaar. Mijn vrouw, Marijke, die ging mee. Vriend Stel zou meekomen en mijn vismaat, uiteindelijk met z'n vijven. Marijke en ik gingen een avond vooruit. En ik kom aan bij de Saone. Spullen van Lucas geleend, uitgelegd hoe dat ongeveer werkt. Ja. Pop-ups knopen met wijnkurken. Nou, je kent het allemaal wel echt, die zou hard zeggen, prutswerk. En ik was niet te houden, ik moest naar die rivier toe. Dus ik zeg, tent opgezet. Ik zeg, Marijke, ik vaar hem om. En als jij dan met de auto naar het strand toe rijdt, dan zitten we daar en dan zien we wat er gebeurt. Weet je. En ik voer gewoon een dotje worm uit naar het midden van de rivier, want ik had van Lucas begrepen dat dat werkt. En dan zien we wel, weet je. Dus nou, uitgevaren en ik krijg beet. En ik echt ongelooflijk. Even binnen 5 minuten had ik mijn eerste meerval. 30 centimeter. Oké. Okay. Ja. En dan reis je helemaal voor naar Frankrijk. Dus dat was zo. Natuurlijk Marijke ook lachen. Nou, ja. Dus al die drukte enzovoort. En ondertussen was er een miezetje ontstaan. Dus ik had met het bootje de hengel weer uitgevaren. En weet je, ik zet die hengel neer. Ik draai me om en ik zie haar in de auto zitten. En die zit zoals ik nu zit. En in het licht van de auto met een boekje. En ik zie er zo heen en weer zitten. Dus die zit zo een beetje naar muziek te luisteren. Dus ik, nou oké, die zit lekker. En ik draai me op en ik zie 1 hengel horizontaal staan. En een gierende slip. Ik vlieg iets groter dan 30 centimeter. Iets groter. Dus ik vlieg naar die hengel toe en ik grijp hem. Nou, als je dat nog nooit mee hebt gemaakt, weet je. En dat was in die tijd echt. Mijn grootste vis was, geloof ik, ergens een keer een snoek of zo die ik gevangen had. Dat was misschien in het buitenland een keer iets groter, maar niet dit. Dit was echt voor mij echt iets helemaal nieuw wat ik hier aan de haak had. Dus ik, en dat was onhoudbaar. En dat beest ging rechtsaf. Er zit een brug daar, naar de brug toe, dus in de boot. En nou kan mijn vrouw gewoon goed varen. En dat is allemaal prima. Maar als je 50 meter verderop staat en zij zit in een auto met muziek aan. Dat gaat hem niet worden. Wat je wil. Nee, dat hoort maar dat niet. Gaat hem niet worden. Dus nee. Ik ben achteruit door de slip heen gelopen. Op de motorkap gebeukt. En toen had ze het snel voor elkaar. Dus echt binnen een paar seconden voeren we de rivier op. Nou, drill, drill, drill. En we krijgen die vis omhoog. En verdorie, bij de boot breekt de onderlijn door. Nee. Omdat we niet wisten hoe dat werkte. Ja.
En daar hebben we het toevallig dus vandaag weer over gehad. Dat was toen nog Dacron wat we gebruikten. En dat was gewoon te dun. Dat was gewoon op die plaat afgerast. Dat wisten we allemaal gewoon niet, weet je. Dacron, ja. dat is een soort Kevlar-achtig iets, toch? Ja, dat is ook, zo'n super braid. Maar niet zo super als dat we ze nu hebben, zeg maar. Nee. Ja, ondertussen, wat is het, zijn we 30 jaar verder. Want we praten hier echt over midden jaren 90. Ja. Ja, dat was wel prachtig. Dus dan zit je daar op die rivier en... Als Lucas in de buurt was geweest, dan had hij niet meer geleefd, weet je. Ja. Mijn maat gebeld en die heeft toen weer snel zwaarder opgehaald. En uiteindelijk kwam het allemaal goed en hebben we toen die trip onze eerste mooie meerval vangen. Dus wat is een mooie herinnering? Dit is een mooie herinnering. Ja. Weet je, dat hele avontuur, uitvogelen, tegenvallers. Pionier, maar het lukt. Ja. Wat vind ik een geweldige vis, roestervis. Ja, die staat bovenaan mijn bucketlist. Die wil ik zo graag vangen. Ik heb er nu echt het geluk gewoon een paar maal gevangen. Ik ben twee keer in Costa Rica geweest. Is twee keer gewoon goed gelukt. Schitterend. Nou, voor de mensen die het niet weten, dat is die vis met die mooie... Ja, zwarte spriet. Een hanenkam. Een roester is een haan in het Engels. Ja. Dus die kam, die heeft hij op zijn rug staan. En dat zie je echt door het water op je afkomen. Hij is prachtig. Ja. Weet je, dus dat ik hoorde wel trouwens dat die makkelijker te zijn te vangen op levend aas of aasvis dan op kunstaas. Ja, dat hangt een beetje van de plek af. En ook de omstandigheden. Dus als er zeg maar veel aasvis is en ze jagen door oppervlakte kunstaas. Dus de laatste keer in Costa Rica hebben we op beide manieren gevangen. Okay. Het is wel zo dat het lijkt dat de grotere makkelijker op natuurlijke aas komen. Ja, dat die toch wat slimmer zijn dan. Ja, maar ook wel weer gaaf. Want duidelijk weer, ik was met Bart samen. Weet je, en ik had Leon Prins gevraagd en overleg wat nieuwe stickbaits te maken. Die maakt mooie handgebouwde lures. Ja, die Leon Prins die heeft voor mij in de podcast gezeten bij Predator te praten. Oh, en de andere, cool. Voor mij, gezien. Heel leuk. En die gozer, die is gewoon goed in bouwen van lures, weet je. En ik zei ook van, je moet er gewoon eens een beetje ook wat andere dingen proberen. Ik ga wel zien, weet je. Nou, dan smijt ik zo'n ding in het water en het lukt hartstikke gaaf. Ja. Maar die roestervis, schitterend. Plus daar ook omgeving. Dus als je op die oceaan bent en alles wat je daar voorbij ziet komen en zwemmen. En die natuur. Wat vis je dan vanuit de boot? Ja. Ja. Want je hoort ook wel eens dat ze daar vanaf de kant vissen. Ja, dat wordt wel in Mexico gedaan. Dan kan je werpend vanaf het strand. Ook super spectaculair. Ik denk dat het wel wat taaier is en wat fysiek wat zwaarder. Hè. Dus dan moet je dat goed realiseren. Het klinkt altijd mooi het strand, maar dat is wel werken, zeg maar. De hele dag door het mullenzand lopen. Maar dat kan. Dat heb ik zelf nog niet gedaan. Maar roestervis. En dan weet je, denk ik dat ik toch al vrij snel switch naar de Amazone. En als ik dan denk aan iconische vissoorten, weet je, dan denk ik aan twee. En dat gaat over een meervalsoort die heet jauw. En die vingen we in Bolivia heel groot. Echt, maar dan ook echt heel groot vissen, over de 1,50, super zwaar. Zo'n staart erop. Ja. Echt keihard gevecht. Maar gewoon dat zo'n beest in die omgeving kan overleven, dat vond ik echt een hele indrukwekkende vis om te vangen. Vond ik echt heel gaaf. Ja, en dan iconisch arapaima. Ja. En daar heb ik twee smaken bij. Ik heb nu in Bolivia gevangen en in Guyana. In Bolivia waren het echt schitterende lagunes. Weet je? En dat was ook een omgeving waar echt overal ara's vlogen, apen door de bomen. Ja. Weet je, dat je echt helemaal on your own in een lagune bent waar geen wind staat. En dat is alsof je echt in Burgerzoomer dan in het groot mag vissen in je eentje. Super, met de gidsen dan erbij. Ja. Prachtige vis. Daar zijn ze ook wat slanker en wat gekleurder. En ja, in Guyana heb ik er een gevangen. Ja, dat ging gewoon helemaal nergens over. Die vis heb ik uiteindelijk om de gids de haker uit te leggen, lag ik met mijn armen eromheen. Met mijn benen eromheen. Ja. Terwijl hij daar ergens in de bek bezig was die haker uit te halen. Ja, die zijn gruwelijk sterk. Ik heb ze zelf nog nooit gevangen. Springend. Maar met name, het is gewoon, weet je, het is een oervis. En wat ik daar prachtig aan vind, is een vis die eigenlijk al een soort rudimentaire dan longen heeft. Dus die komt aan de oppervlakte, je ziet waar die komt ademen. Daar werp je ook je aas naartoe, kunstaas of brokken natuurlijke aas. Ja, en dan als je daar beet op krijgt, dan zie je die lijn weglopen. En op het moment dat je aanzet, dat is een gevecht, joh, dat is fantastisch. Ja. Maar als je het gewoon ziet, zo'n beest, dan kijk je gewoon naar prehistorie. Ja. Weet je, en die zit heel dicht op. En dat is een andere die ik wilde noemen, Alligator Gar, die in Amerika zwemt, die grote. Dat is al jaren terug, zijn we met z'n vieren naartoe geweest. Een Duits-Engels groepje, Hendrik Jan, Michel, Roel en ik. Sowieso een fantastische trip, redneck country. Gids erbij, nou echt waar. Weet je, dan zeggen we dat Nederland rechts is. Nou, dan kunnen we nog een stuk opschuiven. Ja. Dat was echt bijzonder. Maar topgozer, zijn vader nu overleden, jammer genoeg. Maar die hebben ons daar geweldig gegidst.
Ja. En daar hebben van die hele grote alligator gars gevangen. Ja, en ja, dat soort vis, als je daar naar kijkt, ja, dan, ik bedoel, dichterop. Ja. Op de natuur kunnen niet. Ja, we gaan nog iemand in de podcast krijgen die specifiek over die vis gaat hebben. Dus daar gaan we zeker nog op inzoomen. Ja, heel bijzonder zijn die beesten. Ja. Ja. Dus ja, weet je, even, er zijn zo'n paar die zo spontaan blijven hangen. Ja. Maar het hoeft niet per se ver te zijn. Weet je? Het is, je kan net wat je zegt, het avontuur in Frankrijk. Het, ja. Je hoeft helemaal niet ver of voor mooie visreizen te maken natuurlijk. Ja, het is alleen, de omgeving speelt dan denk ik in je beleving eromheen en de reis. Weet je, als het wat verder is, dat maakt het allemaal net wat je al eerder zei, wat avontuurlijker. En je bent er wat meer in de voorbereiding misschien druk mee of zo. Maar dit zijn wel spontaan een paar van de vissen die eruit zijn. Ja, welke vis staat bij jou nog op je bucketlist? Dat je, kijk, bij mij de roester, die staat met stip op één. En welke vis heb jij nog dat je zegt van, nou, die moet ik, ik heb, een keer vangen? Ja, Hendrik Jan heeft het al gedaan. Die heeft die Goliath Tigervis gevangen. Die staat bij mij op nummer 2. Ja, dus mocht je een keer die reis gaan maken, moet je mij even bellen. En ik vond het wel bijzonder dat hij terugkwam en zei, nou, je moet alles doen, maar niet deze reis maken. Wat ik nu weet, is het ergens in donkere Afrika en daar is het nu gewoon oorlog. Het is niet per se oorlog, maar het is wel de grensgebied tussen twee Congo's. En dat is wel... Nou, dan moet je er wel heel wat voor over. Ja, dat is wel echt heel avontuurlijk, zeg maar. Ja. Weet je, en het is wel een punt waarop ik zeg... het is maar vissen. Dan is het maar vissen, precies. Weet je, dus die staat heel hoog op de lijst. Maar het lijkt erop dat die hoog op de lijst blijft staan als de omstandigheden zo blijven. En ik ben ondertussen ook wel verknocht geraakt aan het haaienvissen. Dat vind ik ook wel indrukwekkend. Dat hebben we in Zuid-Afrika gedaan. Daar ga ik binnenkort weer naartoe. Ik heb nog steeds op mijn lijst staan om ook een keer een grote tijgerhaai te vangen. Dat is degene die ik nog niet heb. Ja. Ik kan bijvoorbeeld ook Cap Verde hebben een paar nu gedaan. Het ziet er gewoon super spectaculair uit. Weet je? En ik hou ook wel van dat ruige vissen. Weet je? Ik heb kleintjes gevangen. Ja, die vinger was bijvangst op de popper. Ja. Als ze zeggen altijd haaien zijn niet te vangen op kunsthaas. Maar die doen het ook gewoon. En ook op poppers. Ja, prachtig hè. Ja, maar mijn droomvis. Die staat niet echt op mijn bucketlist. Maar ik zou nog wel heel graag een keer een mako willen vangen. Oh ja. Die vind ik zo bijzonder met die spitse snuit. Ja, dat zijn spectaculaire vissen. Ik heb ze één keer gezien, niet gevangen. Maar het is wel echt ook een mooie haai. Ja. Super. En peacocks, heb je die gevangen? Ja, dat is wel mooi. Ik heb de laatste jaren wat meer van die Amazone-trips gedaan. En moet ik zeggen, dat is wel echt de regio die mijn hart heeft gestolen. Ja. Daar zou ik echt eindeloos kunnen vertoeven. Maar dat is weer die optelsom met alle natuur. Dus ik heb nu in Colombia, Bolivia, Guyana, ik vergeet er een, gevist. En die peacock is prachtig. Weet je, Brazilië, dat is natuurlijk de laatste. Dat was in januari. Peacocks worden eigenlijk door de hele Amazone wel gevangen. Er zijn een paar plekken waar ze veel aanwezig zijn. En een paar plekken waar ze heel groot worden. En die laatste twee heb ik nou mogen vissen. De laatste was dus in Brazilië op de Rio Negro. Zeg maar, groot is tot 18 pond vissen. Dat is net over de 80 centimeter. Ja. Maar die zijn per kilo zo achterlijk sterk. En zo verschrikkelijk mooi. Dat is echt heel gaaf om op te vissen. En het lijkt heel erg op de visserij die we hier doen. Gewoon met klein kunsthaas. Ja. Werpen, weet je. Echt, je moet technisch gewoon wel een beetje kunnen. Want heb je dan ook speciale hengels bij? Of kan je met een gemiddelde snoekhengel al die vissen wel belagen? Het antwoord is ja. Waarbij ik wel zeg, als je op de plekken zit waar die grote zitten. Dat is de Canabacol in Colombia en de Rio Negro. Ga dan wel zwaarder dan dat. Want als je die grote vis haakt, die ga je niet vangen. Als je niet al aan de extra heavy gear zit en minimaal 60 pond lijnen. Ja. En dan weet ik dat er een paar omheen zijn die zeggen, nee, dat is niet waar, dat lukt met light ook wel. Ja, oké. Okay, dus Henk, als je kijkt, ik weet het. Zonde als je dan... dat soort vissen, dan is vaak, we weten het allebei. Ja. Je krijgt maar één keer een kans. Nou ja, dat is het. Ja. Kloot op licht materiaal. Ja, dan sla je voor je hoofd. Nou, dat is het. Dat is een keuze ook weer. Weet je, ik doe dat niet. Weet je, ik heb liever zeg maar dat ik die grote vang en daar blij mee ben dan dat ik sport heb aan 10 kleiner omdat ik licht vis en dan die grote misschien vang. Weet je, dan ik iets anders. Maar goed, maar die peacockbar is echt fantastisch. Ja. Prachtig. Je hebt ook heel veel verschillende ondersoorten ervan. Dus je ziet allemaal verschillende kleuren spectra erop. Ze zijn heel sterk, super agressief, heel snel. Ja, die Rio Negro, dat was echt bizar in januari. We hebben in 6 dagen een paar honderd van die beesten gevangen.
En echt van, ja, van klein tot, ik geloof tot 13 pond aan toe. En andere boten tot 18 pond schitterend. Ja. Ik heb ook vrienden die hebben de Golden Dorado gevist. Heb jij die ook gevist? Nee, die staat ook op mijn lijst. Ja. Ja. Die staat bij mij nummer 2, dus dat is nu nummer 1. Want tijgervis gaat het niet meer. Ja, die gaat het waarschijnlijk voorlopig even niet halen. Ja, dus ik heb een plekje op het oog waar ik wil gaan kijken. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb niet zoveel met jungle. Ik weet niet, het ligt me niet zo. Ik ben een beetje bang uitgevallen. Dat sowieso. Ja. Ik ben heel bang jochie. Nee, maar ik hou niet zo. Een jungle associeer ik toch met vaak. Of je in de sauna aan het vissen bent. Beklemmende. Ja. En insecten. Ik ben ook niet zo'n fan van insecten met mieren. En ik blijf liever een beetje aan de randen. Ja. Daar heb ik, ik weet niet. Het is persoonlijk voorkeur. Want die jongens waar ik mee ga. En net als met Lex, die hebben het net als jij graag in de jungle en lekker daar die vissen opjagen. Nou, ik heb daar niet zo heel veel mee. Dus vandaar dat die bucketlist niet echt die kant op gaan. Ja. Ik zit meer het vissen op GT's, op Spanish mackerel, tarpon en dat soort vissen. Ja. Daar heb ik meer gevoel bij om te zeggen, nou, die moeten nog even van de lijst af. Als dat ik, ik wil wel heel graag, zou ik nog wel een keer een peacock willen vangen. Ik denk dat dat ook nog wel een keer gaat gebeuren. Ja. Maar om nou te zeggen, nou dat is echt een must have. Het kan ook in Florida. Ja. Ja. Dus daar zitten ze ook. Maar die, weet je, dat is het leuke ook. Dat zie je dus ook al terugkomen. Is dat iedereen wel zo zijn eigen voorkeur heeft voor regio's. Weet je. En ik, die zijn deur wel zelf wel breed ben. Weet je. Maar ik vind die Amazone nogmaals mooi. Ook vanwege die hele natuurbeleving daar. En ook hoe die mensen leven. Dat vind ik waanzinnig. Ja, ik heb net zoveel lol in het noorden. Hè? Noord-Noorwegen. Ja, weet je. Ik weet niet eens meer hoe vaak ik er al geweest ben. Maar ik vind het eindeloos. Ja. En ook in de winter. Ja. Weet je. In maart, april met sneeuw overal in de boot. En dan op heilbot vissen. Ja, of schrijven wat de mensen dan doen. Is prachtig. Ja. Schitterend, ieders keuze een beetje. Ja, het sluit natuurlijk ook een beetje aan wat je net zei. Het gaat niet alleen maar om het vissen. Het is ook de setting waar je bent. Ja. En dat is eigenlijk, dat maakt het eigenlijk helemaal compleet. Ja. De setting, het gezelschap, hè, dat is ook niet onbelangrijk. Klopt. En dan voor die ene vis gaan. Ja, dat maakt eigenlijk het plaatje rond, zeg maar. Ja. Nou, dat is ook wel leuk als je ziet dat mensen aan zo'n reis... zo'n reisleven beginnen. Weet je. Dus vaak een eerste trip en dan doet iemand ervaring op. En dan zegt, dat is leuk, Noorwegen nog een keer. Of nee, te koud, ik wil liever wat warmer. Of ik ben een paar keer in Noorwegen geweest. Goh, ik zou nou wel een keer tropisch willen vissen. Waar kan ik terecht? Weet je, het is toch wel een beetje een soort van virus wat je oploopt. Ja. En zeker als je dat met reisgenoten doet waar je gewoon echt, weet je, waar je goed mee kan. Je bent eigenlijk onderweg naar huis alweer bezig om na te denken, wat wordt de volgende, weet je. Ja. En wat ik er altijd van zeg is weet je, wat er ook gebeurt op zo'n reis, je komt er gewoon altijd beter van terug. Ja. Weet je, je bent met je passie bezig geweest, je hebt iets ondernomen. De uitkomst ervan hoop je dat die gaat vallen zoals je hem bedacht hebt, maar dat hoeft niet per se. Maar daarmee hoeft het niet per se ook een slechte reis te zijn. Weet je hebt dingen geleerd, het heeft je verder gebracht, je hebt nieuwe mensen leren kennen. Je bent met herinneringen teruggekomen. Ja, dus dat is gewoon sowieso, denk ik, een verrijking aan je leven. Dat, nou ja, daar sla je denk ik de spijker op je kop. Het voor mij geeft dat een enorme rijkdom. Ja. Hè, het gevoel van rijkdom dat je dat hebt mogen beleven. Kijk, en natuurlijk is dat niet voor iedereen weggelegd, dit soort reizen. Want laten we eerlijk zijn, het kost best wel veel geld en tijd. Ja. Sorry dat ik je onderbreek, want die krijgen we inderdaad heel vaak en dat klopt. Weet je, het is echt zo dat je, weet je, je hebt vaak een hele organisatie eromheen, en boten en huizen en spullen. Dus ja, dat kost geld. En toch tegelijkertijd, Evert, weet je, als je iets echt wil, dan weet je ook, dan kan dat. Alleen dan moet je de factor tijd erin brengen. Ja. Dus het is niet iedereen gegund om vandaag te zeggen dat hij over een paar maanden ergens naartoe gaat. Maar als jij zegt, joh, ik zou dat heel graag een keer willen doen. Ja. Ja, je plant daar een wat langere periode voor. Of je richt het in met een paar maten, waardoor je bijvoorbeeld de kosten van een boot wat beter kan verdelen. Of je gaat tropisch vissen, maar je kiest dan een bestemming die gewoon wat qua prijs wat gunstiger ligt. Ja. Dan heb je tijd en je hebt geld. En dan moet je gewoon gaan nadenken van hoe zou ik dat dan bij elkaar kunnen sparen. Of, nee. Nou, je hebt altijd drie factoren. Dat is tijd, geld en moeders de vrouw. Ja. En dat bepaalt uiteindelijk of je zo'n reis kan maken.
Kijk, ik wil even een heel klein bruggetje maken naar Arno Terlouw, die we straks gaan krijgen. Die zei dat altijd wel heel mooi. Arno is natuurlijk helemaal een avonturier, puur zang. En dan zegt hij, er kwamen wel eens mensen naar hem toe. En dan zei hij, ja, ik zou dat ook wel willen. Waarop Arno Terlouw zei, ja, maar dan wil je het niet graag genoeg. Waar hij wil mee zeggen, dat op een gegeven moment, je kan het wel willen, maar dan moet je het ook waarmaken. Ja. Want anders blijft het bij dagdromen. Ja. Kijk, en even los van de factoren tijd en geld. Want ja, ik blijf het zeggen, dit soort reis is niet voor iedereen weggelegd. Nee, dat klopt. Dus maar dan op een gegeven moment moet je ook wel zeggen, en nu ga ik ervoor. Kijk, als de factor tijd, geld en moeders de vrouw, als dat mee zit, ja, dan moet je er ook voor gaan, vind ik. Ja. Nou ja, dat zien we ook steeds meer, weet je. En dat reizen is ook steeds toegankelijker geworden. En ook de opkomst van, nou ja, weet je, informatie, internet, social media. Het is allemaal veel, YouTube heel erg behulpzaam. Je kan heel makkelijk heel veel info krijgen. Dus dat is drempelverlagend, maar ook enthousiasme verhogend. Ja. Alle visprogramma's die er zijn. Dus dat is al heel erg gaaf. Daardoor wordt dat stapje van, nou, dit wil ik toch wel echt een keer doen, wordt al wat eerder omgezet van, ja, ik ga ervoor. Nou ja, en dan moet je het met elkaar gaan organiseren. En ja, klopt, dan zal de een zal daar, zo is het nou eenmaal, meer zijn best voor moeten doen dan de ander. Maar het kan altijd, ja, zeg maar. Ja. En ik probeer zelf ook dus aan te geven van, dat hoeft niet per se gelijk die trip naar de Amazone te zijn. Nee, natuurlijk niet. Het kan ook niet, klein naar de Amazone of naar de Rhône in Frankrijk. De Rhône in Frankrijk, of je begint zomaar een beetje eens een keer in Noorwegen, weet je. En dan hoef je ook niet gelijk naar Noord-Noorwegen, dat je weer allemaal dikke spullen nodig hebt. Dan begin je een keer in Zuid-Noorwegen en dan kan je met je roofvismateriaal prima terecht. Ja. En dan kun je met de auto heen, weet je. En dan wordt het in één keer allemaal alweer een stuk toegankelijker, om maar eens wat te noemen, hè, als voorbeeld. Ja. Dat is, je kan het ook wel een beetje zo, nou ja, een beetje simplificeren. Hè, en dan op die manier die stappen maken. Ja. Ja, en dan zie je wel of het een van het ander komt. Het hangt dan inderdaad met andere factoren samen. Ja. Nou ja, en thuisfront ook. Ja, dat klopt wel. Weet je, die discussie hebben wij thuis ook wel gehad. Weet je, ik heb een gouden vrouw. Ja, ik ook. Hetzelfde. Zij heeft het ook niet altijd makkelijk gevonden. Bij mij zit die drijf er wel echt in. Dus zeker als je dan en een drukke baan hebt en je hebt een jong gezin en een vrouw die werkt. En je bent er zelf een kerel die het echt nodig heeft om gewoon weg te zijn, om ook je eigen rust te vinden. Ja, dat is wel een gesprek wat je met elkaar moet hebben, weet je. En dat gaat. Nou ja, kijk, je hoort ook wel eens natuurlijk van mensen dat dan zeg ik van dat ik naar Zweden ga. En dan zeggen ze, oh ja, dan kun je goed stappen en dan kun je uitgaan en mooie blonde vrouwen. Dan zeg ik altijd, ja, maar daarom ga ik niet naar Zweden. Ik bedoel, dat als ik dat zou zoeken, dat kan ik hier op de hoek van de straat in het lokale café ook. Ik ga daar echt heen en wij zitten met First Light op het water. Yeah. En als het donker wordt, ga je eraf. En dan eet je snel en dan ga je plat. Want de volgende dag, dan is het repeat en dan ga je weer. Ja, dat is het dus. Ja. Ja. Weet je, en ook dat, weet je, de invulling van reizen. Maar dat hoort bij voorbereiding van, ja, wat wil je daar, weet je. Dat, ja. Hè, de meesten die gaan inderdaad voor een reis zoals je hier beschrijft. Maar als er mensen zijn die zeggen, ja, ik wil het ook gewoon daar lokaal, weet je, gewoon mijn ding kunnen doen met een beetje feesten en de omgeving leren kennen. Ja, maar dan ga ik niet dat soort dingen. Maar dan, ik niet. Ja, dan zou ik niet adviseren om een Amazone-trip te doen. Nee, dan kan je weinig feesten. Ja, nee. Kijk dan even naar andere reisprogramma's waarin je wat meer, zeg maar, iets boekt om lekker in te wonen. En boek nog 1 of 2 dagjes vissen en succes ermee, weet je wel. Wat we hier naar kijken zijn wel groepen die ook wel met elkaar in één gedachte aan zo'n reis moeten beginnen. Ja. En als ik met mensen reis, dan heb ik hetzelfde als jij, weet je, dan gaan we hetzelfde. Dan gaan we ervoor, weet je. En natuurlijk hou je met elkaar rekening. En als er 1 keer een dag niet zo lekker is, nou, dan hou je daar rekening mee. Dat doe je samen. Maar het kan niet zo zijn dat je op reis gaat en dat ik daar ben en dat de ander zegt, nou, ik ga eens even 2 avonden flink uithalen en dan gaan we overmorgen vissen. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Dat kan niet. Nee. Alles zo beluisterend hebbende, heb jij dan, stel dat iemand dit keer zegt van, nou, dit is echt wel de podcast waar ik op zat te wachten. De drempel ga ik over. Heb je voor dat soort mensen dan een tip? Dat je zegt van, nou, hier moet je sowieso rekening mee houden. Ja, hoe kom je tot een keuze? Want er is zoveel bijvoorbeeld. Ja. Hoe doe ik dat? Ja, dat is wel echt een goede vraag. Want wat ik meestal doe even, het is dat ook beurzen bijvoorbeeld, hè, waar we laatst waren, waar we elkaar tegenkwamen, is dan krijg je die vraag van, hoe kies ik nou? Ik zie jullie bij zoveel bestemmingen, je bent op zoveel plekken geweest. Ik vraag meestal door van, oké, wat triggert je op dit moment in je visserij?
En dan kom je vaak al heel ver. Hè? Ja. Dus in jouw geval, weet je, dan weet ik dat je een roofvisser bent en dat je een voorkeur hebt bijvoorbeeld voor baars. Dan ben je al wat aan de, zeg maar, medium, weet je, kleine aas, technisch, ja. Je houdt van apparatuur. Weet je, je kan gefocust op een bepaalde spot kan je vissen, je hoeft niet... Zo zoek je echt iets wat bij je past, vanuit je natuurlijke visserij. Ja, vanuit je natuurlijke visserij, weet je. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou, dus ik snap wel dat jij die peacock roept, want ik zou die dus, als je zegt, ik zou wel een keer een beetje warme reis, tropenreis, dan zou ik aan de hand van je technieken en de interesse vanuit je eigen visserij kunnen zeggen van, nou, dat is hem. Als een karpervisser diezelfde vraag zou stellen, die dus gewend is om lang op een plek te zitten, die gewend is om te wachten op die aanbijt, die bedreven is in het nadenken over aaspresentatie en stroming en plekken en dat soort zaken, weet je, dan kan ik me iets voorstellen dat je zegt van, nou, weet je, dat zou iets met meervalachtig visserij kunnen klinkt zijn. Klinkt bijna analytisch. Ja, maar dat is omdat je de vraag stelt. Hè? Vaak gaat het gewoon in het gesprek, want dan denk je, wat vind je leuk en wat voor vis doe je, en laat eens een foto zien en je weet hoe dat gaat. En zo gaat het op die beurzen, maar ik hou dat wel in de gaten. Ja. Weet je, er weer een ander is, die heb je eerder ook gesteld. Van ja, weet je, ik doe het. Ja, jij zegt, ik pionier zelf liever alleen. Als iemand tegen me zegt, nou, ik vis graag met anderen, of ik ben altijd met mijn maat in de boot. Nou, dat is leuk. Weet je, twee in een boot. Nou, weet je, je vindt roofvissen leuk. Dan zou misschien Noorwegen zomaar zoiets kunnen zijn. Hè? Want dan kunnen ze al een boot beheersen. En ze snappen een beetje hoe je stekker moet benaderen. En ze kunnen apparatuur vaak al bedienen. En dan kun je opeens op basis daarvan kun je keuzes maken. En soms komen mensen ook, ja, ik wil er iets doen, maar dan wil ik wel een hele grote vis vangen. Hè? Dat is ook altijd heel erg aansprekend. Ja. Of op de stand bijvoorbeeld zit een hele grote foto van GT's. Dus waar krijg je veel vragen over? Die wil GT's. Ik nou, weet je, dan zeg je prima, dan gaan we het hebben over bestemmingen en visserij en hoe dat dan werkt. Dus je kiest zo'n beetje een insteek. Maar als ik nou helemaal omsdraai en zeg, als je zegt, één antwoord, eerste visreis, ik ga over de drempel, de tip. Blijf dicht bij de type visserij waar je bekwaam in bent. Waar je, als je Nederlander bent, waar je van houdt. Ja. En waar je bekwaam in bent. Want dan is de kans dat het op die plek ook gaat lukken, is groot. En dat is natuurlijk uiteindelijk heel erg leuk als je eerste reizen ook een beetje succesvol zijn. Ja, dat is uiteindelijk wel... Hey, dit soort extreme reizen, dat schept natuurlijk ook een band met je medereizigers. Ja. Heb jij daar nog speciale vriendschap aan overgehouden? Dat je zegt van, nou ja... omdat je zo hecht met elkaar bent, dat je daar een bepaalde verbinding nog met mensen hebt. Ja, dat is wel een gaaf vraag. Daar begin ik een beetje te grijnzen van, want dat is echt zo. Weet je, als ik kijk naar mensen waar ik vandaag mee optrek, dan is dat toch wel echt uit visserij in het algemeen, maar ook wel uit die reizen gekomen. Dus ik denk dat een heel groot gedeelte van die Dutch Anglers groep op die manier bij elkaar is gekomen. Ja. En wanneer is dat opgericht? Mijn hemel even, dan zitten we ondertussen ook alweer 20 jaar verder. We worden oldtimers. Nog even. Dan kunnen we gewoon, ook al willen we, dan kunnen we gewoon niet meer op reis. Het is er altijd weer oplossing. Ja, ook een groep waar ik nu mee reis, de andere vergroep met ondertussen allemaal vrienden durf te zeggen. We hebben die groep, dus in mijn eigen appgroep, die hebben ook maar Rijn Reis Zonnebloem genoemd. Ondertussen is daar ook het woord pensionado's aan toegevoegd. Ja. Dat zegt wel iets. Het feit dat het wel steeds dichterbij komt, geeft ook een bepaalde drang natuurlijk. Ik ben daar sowieso altijd heel bewust van geweest. Weet je, dingen zijn gewoon eindig. Weet je? Maar ik onderbreek je even, maar de vriendschappen. Dus uit, zeg maar links en rechts, die Dutch Anglers groep, Rijn Reis Zonnebloem. Weet je, dat als ik gewoon kijk, ben ik voor eerst met de jongens met z'n vieren zijn we naar Colombia gegaan. Toen we uit de jungle kwamen, was corona los, hadden we nog net het laatste vliegtuig uit Colombia en zo het gered. En eigenlijk sinds die tijd al diverse reizen samengemaakt, de hele wereld over, in Nederland gevist. Ja. Happies eten, barbecues, supergezellig. Omdat je op hetzelfde denk- en acteerniveau zit. Ja. Maar ook andersom, je hebt Arnoud genoemd. En dat is echt heel erg leuk. Arnoud is voor mij in de tijd echt een voorbeeld geweest, net als Jacques Schouten. Dat waren toch wel echt de pioniers die dingen deden waar ik naar zat te kijken van zo zeg. Als ik nog eens in die positie kom, zou ik dat echt geweldig vinden. Dus ik ben toen Arnoud in de Beets een artikel over Steur had geschreven. En Marijke en ik gepland hadden om in die omgeving ook op vakantie te gaan. Op zoek gegaan naar iemand die me dat zou kunnen
nou ja, wat je kunnen laten ervaren. En via werk, zo werk bij een Amerikaans bedrijf, kwamen we via de lokale, noem maar even, vertegenwoordiger van het bedrijf, bij iemand uit die een boot had en op de Columbia rivier op steur viste. En zijn naam is Dale. En Dale en Julie, zijn vrouw, zijn tot op dit moment gewoon nog steeds onze grootste vrienden. Ik ben er meerdere keren geweest. Zij zijn een aantal keren bij ons geweest. Ze hebben onze kinderen mee op zien groeien. Altijd contact gehouden, cadeautjes heen en weer. En eventje, believe it or not, maar deze zomer gaan we daar dus met z'n vieren weer naartoe. Omdat ook mijn kinderen zeiden van, we willen heel graag Dale en Julie nog een keer zien, weet je. Dat geeft wel aan hoe die vriendschapsconnecties ontstaan. Dat is heel bijzonder, weet je. Een half jaar geleden was ik in Seattle voor een beurs. Ja, weet je, fantastisch. Die gast stapt in de auto, die haalt me op. En het was ergens in november. Het sloeg nergens op. We zijn met storm de rivier op geweest. We konden niet vissen, maar we hebben krabben gevangen. Ook lekker. Ja. Weet je, maar je wilt elkaar dan weer zien. Dat zijn toch wel echte vriendschappen. Ja, dat is wel mooi. Ja, ik herken dat. Ik snap wat je daarin zegt. Want zo ervaar ik dat zelf. Zo zijn er veel meer, moet ik zeggen. In Noorwegen, Saltstraum, zit een man die dat kamp daar regelt, Koert. Weet je, vriendschap vind ik altijd een heel ingewikkeld woord, want dat definieert een vriendschap, weet je. Maar ik merk bij die man ook, als ik die een tijd niet heb gesproken of een keer een jaar niet heb gezien, dat ik merk van, nou, ik zou hem graag weer ontmoeten, weet je. Dus het heeft ook wel een paar niveaus. In Nederland wel heel veel verbindingen, daar zijn echte vriendschappen uit ontstaan en gebleven. Heel bijzonder, heel gaaf. En internationaal, waar je mensen treft, ja, weet je, daar hou je gewoon een hele goede band mee. Ja. Op het moment dat dat een klik was en dat je, nou ja, diezelfde passie deelt, weet je. Ja, dat is bijzonder, bijzonder. Ja, heel gaaf. Ja. Nou, ik denk dat we alles wel aangetipt hebben, benoemd hebben. Zonder jou tekort te doen wil ik vragen, hebben we alles benoemd? Zijn er nog dingen die je kwijt wil of zeg van, nou, dat wil ik toch nog wel even vertellen? Ja, ik wil nog een keer, we hebben denk ik heel veel besproken, maar ik wil nog wel een keer benadrukken naar iedereen die dit ziet, dat het ontzettend gaaf is om die hele exotische, verre reizen te doen en dat dat natuurlijk heel makkelijk tot je komt en dat, nou ja, er ontstaat ook iets uit van daar wil ik bij zijn, weet je, maar ik denk dat ik ook nog wel een keer wil benadrukken, ook dichtbij kan het echt geweldig zijn. Ja. Dus het hoeft niet altijd maar ver. Nee, en ik weet dat Sjoerd hier heeft gezeten en die heeft iets gezegd over karpervissers. Daar ga ik iets met Trechter en Boilies. Daar ga ik het nog wel een keer met hem over hebben. Ja, dat zou ik zeker doen, ja. Want wat is de grote grap? Er was één visserij die eigenlijk, nou ja, die had ik niet onder de knie, zeg maar. En anderen mogen bepalen of ik hem nu onder de knie heb of niet. Maar we zijn het wel samen gaan doen. En samen is Hendrik, Jan en ik en ook Dennis, die je goed kent, weet je, hebben het gewoon echt opgepakt. Ja, en ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar als ik gewoon aan een weekend aan de IJssel zit, prachtige rivier die voorbij gaat en de vogeltjes fluiten en het weer is mooi en je hengeltjes staan uit. Ja, ik heb foto's, als ik je die laat zien even, dan zou je zweren dat het in Frankrijk is. Ja. Weet je wel, dus nogmaals, ook niet die grote vissen per se die je dan zou willen vangen. Hè? Dan laat je dat los en dan richt je op de Nederlandse soorten. Maar die hele beleving en met je vrienden. Ja, want dat is uiteindelijk toch waar het om draait. Dat is de essentie. Hè? Ja. Dus als je daar stress over hebt, nou, doe dat dan vooral niet. Want het laatste wat reizen je op moet leveren is stress. Wat reizen van je af moet nemen is stress. Ja, dus, eigenlijk wel. Dus dat is, dus draait om. Weet je, kies dan gewoon iets wat makkelijker toegankelijk is. En daar kan ik ook eindeloos veel verhalen over vertellen. Ja. Ook in Nederland is gewoon, dat heb Kraalovers denk ik extreem goed uitgelegd, hoe geweldig het hier in Nederland is. Nou, die zei ook die beleving, dat beleving, hoe gezegend wij eigenlijk zijn. Hoe gezegend is de stekken, de wateren en alles wat we hebben. En ook dan nog een keer de type vis en de hoeveelheid vis is natuurlijk gewoon volstrekt uniek. En dat bleek overigens in Zweden ook weer dat we daarover hadden. Ja. Weet je, en dat je ook ziet dat iedereen daar met grote ogen zit te kijken wat we hier allemaal vangen. Ja. Dus ja, reizen is gaaf. En vooral doen, zeg ik, als je de gelegenheid hebt. En nogmaals, dat is echt voor bijna iedereen toegankelijk als je de factor tijd meeneemt. Maar maak het niet te heigerig. Nee. Begin ook gewoon dichtbij als dat toegankelijker voor je is. Ja, een lang weekend ergens op de park langs de grote rivieren is ook schitterend. Ja. Weet je, lap wat geld bij elkaar. Pak je snoekbaars, spinstokken, rij naar Denemarken, koop 2 kunsthaasjes en een waadpak en ga lekker op zee vooral vissen. Tijd voor je leven. Ja, het kan allemaal. Prachtig. Het hoeft allemaal niet ingewikkeld te zijn. Helemaal niet. Nee.
Nee, nou, ik hing aan je lippen, letterlijk en figuurlijk. Nee, ik vond het echt mooi. Waarom komt het bij mij extra binnen? Ja. Omdat ik natuurlijk dezelfde avonturierlijke eigenschappen heb. Ja. Dus dat is heel makkelijk levelen. Ja. En elk woord wat je zei, dat kwam bij mij binnen omdat ik het snap. Ja, leuk. Ik kan me wel voorstellen dat sommige kijkers nu denken van... Ja, die twee zijn echt helemaal koekoek. Dan hebben ze gelijk. Dan hebben ze ook gelijk. Dus wat dat betreft... jullie hebben gelijk. Nee, maar ja, ik denk dat het verhaal in zich mooi is. Ik denk dat we hem ook uitgediept hebben. Ook tips hebben gegeven voor mensen van die drempel een keer over willen. Waar ze ook bij jou als beroepsmatig terecht kunnen. Ja. Maar ook waar ze aan moeten denken als ze het zelf allemaal willen pionieren. Dus ik denk wat dat betreft... hebben we alle essenties van het visreizen, dichtbij, maar ook ver weg, wel aangestipt, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Om in grote lijn even samen te vatten. Ja, heel leuk. Weet je, bij deze, ik kijk even nu in de camera, als mensen zeg maar nu aan aanleiding van vragen hebben of zo, ik ben altijd persoonlijk bereikbaar. Je kan me makkelijk, denk ik, vinden op social media en anders weet je even wel hoe. Ja. Of stel je vragen in de comments onder de video, want die gaan we uiteraard ook allemaal lezen. Ja, komen we zo nog wel even op terug. Daar komen we zo nog even op terug. Maar zo moet het gewoon zijn. Ja. Weet je, het gaat hier gewoon om het creëren van herinneringen. En hoe gaaf is het om daaraan bij te kunnen dragen. Ja. En dat ga ik zelf ook weer doen. Er staan weer een aantal reizen gepland. Dus ik kijk alweer naar uit. Ja, wat is je, om even een preview te geven, wat is je reis die op stapel staat? Wanneer je deze uit gaat zenden, maar ik ga... op het moment van opname volgende week naar Zuid-Afrika terug. Samen met drie gasten. Dan gaan we opnieuw op haaien vissen. En ik hoop deze keer ook met de boot te kunnen. Omdat de vorige keer zo stormachtig was. Ja. Dus dat is heel erg gaaf. Dan ga ik in mei naar Spanje met Hendrik Jan. Dan zegt, de snoekbaarstechnieken hier, daar toepassen. Je weet als een ander wat soort en... Ja. Heel gek, maar een blackbars, die moet ik nog vangen. Ja. Dus toen dacht ik ook maar eens inhoud te gaan geven. Ja, nou, die podcast hebben we al gehad met Lex. Daarom, dat is perfect, dus die kan iedereen bekijken. Maar ik wil dat graag gaan doen. Mooi vis, kan ik je beloven. Ik hoop aparte dat ik vis, maar wel heel leuk om te vangen. Ja, en over vriendschappen, daar zijn we ook weer met een aantal mensen samen. Die kennen ook alweer vanuit Frankrijk het vissen. Weet je, op de rivier en met karper en prachtig. En, dus dat wordt een week dikke pret en hopelijk mooie vissen vangen. Dan van de zomer terug naar Dale & Julie, zoals ik zei. En dan in het najaar, staat Mongolië opnieuw gepland. Daar gaan we nu naar terug. Dus het begint alweer te kriebelen. Dus dat is een goede herinnering. Ja, is prachtig. Ja. En dan in oktober doe ik twee groepsreizen achter elkaar in Guyana. Dus zit ik 2,5 weken in Guyana. Jouw agenda zit al aardig vol voor dit jaar. We doen ons best. Ja, ik denk dat het goed is. Live the dream. Live the dream. Ja, zeker. Ja. John, ik wil je ontzettend bedanken voor je mooie verhaal. En dat je tijd hebt kunnen vrijmaken om hier in de podcast te zitten. Ik hoop dat het voor de kijkers en de luisteraars natuurlijk ook weer een interessante podcast. Ja, ik denk het haast wel. Want wat ik belangrijk vind, de verhalen vertellen van hoe vang ik een snoek van een meter met welk kunststaasje. En dat doen wij hier niet in de podcast. Ik wil echt erachter kijken wat er bij komt kijken. En dat vind ik interessant om te laten vertellen. Ja. Nou, en ik denk dat jij dat verhaal uitstekend hebt verteld hier ook. Ja, dankjewel. Ik vind het leuk dat je dat doet. Want het brengt echt het is net weer even wat anders als... andere insteken. Het geeft wat meer... even wat meer diepgang in onze hobby en sport. Dus wat dat betreft. Zeker. De traditie is altijd dat we iets gaan weggeven aan de kijkers. Zo'n like- en win-actie. Kan ik jou daar ook nog enthousiast voor maken? Ja, ik heb nu een paar vrienden die denken, gaat die oude kniepert iets weggeven? Gezien onze leeftijd misschien een boekje, die Old Man in the Sea. Dat gaan we niet doen. Ja. Ja, ik heb daarover nagedacht. En wat mij leuk lijkt is, ik heb in de Amazone met een paar aasjes gevist van Savage Gear. Twee stukken kunstaars die het extreem goed hebben gedaan op Peacockbars. Je had eigenlijk moeten zeggen Strike Pro, hè? Want dat is weer mijn merk. Ja, dat weet ik. Oh, je maakt de klauw van het verkeerde merk. Ja, klopt. Ja, het verkeerde merk. Nee, een gekke gast. Nee, dit is... ik vind het prachtig. Ja. Je moet vissen vangen met de spullen waar je in gelooft. Ja, het beste kunst. En zo moet je vissen vangen met de spullen waar je mee te maken hebt. Ja. En, maar ik geef, dat zeg ik ook altijd, ik maak altijd een combinatie tussen wat echt bewezen is en dat is hem dan. Ja, terecht. En anders werkt het gewoon niet. Nee. Deze twee, die kan ik laten zien, die zijn echt afgekomen. Kloven door die beesten.
Dus ik zat eigenlijk te denken van, ik zorg voor 2 van die kunsthaasjes. En degene die de leukste comment maakt, die krijgt van mij zo'n gesigneerde. En als je daarbij, dat is helemaal leuk, want dan zijn ze helemaal met misschien wel geld waard straks. Nou, als het zover komt. Met mijn lelijke handtekening erop, maar dat is niet het belangrijkste. Het is meer de geste van, dat is een beetje een soort de koppeling tussen je droom en het realiseren van die visie. Ja, een mooie aandenken van, hey, dat dit is allemaal mogelijk. Precies. Maakt het wel heel persoonlijk. Dat is wel leuk. Persoonlijk. En degene die daarvoor gaan, zullen er ongetwijfeld in geïnteresseerd zijn. Ja. Dus als die dan meer daarover willen weten, dan zijn ze ook van harte welkom. Maar het lijkt me leuk om zoiets te doen. Ja, leuk. Ja. Nou, ik richt me even dus naar de kijkers. We zijn sowieso overal te vinden op Spotify. Voor de mensen die nu kunnen kijken, maar kunnen dit verhaal van John wel in de auto beluisteren. TikTok doen we, zijn we actief. Facebook, je kan ons overal vinden. En voor degene met de leukste commentaar of misschien wel een interessante vraag aan John. Ja, ook leuk. En gewoon puur naar John gericht. Nou, die maakt dus kans op een van de 2 unieke kunsthazen gesigneerd. Dus heb je daar ik ook alweer? Ben ik even vergeten? Van Savage Gear. Oh ja, van Savage Gear. Ja. Nee, dat. Nee, zonder gekheid. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja. Nou, dan John, nogmaals bedankt. Ja, graag gedaan. Leuk verhaal. Ik vond het fijn dat je er was. En voor de kijkers, ik hoop dat jullie het weer interessant vonden. En weer graag tot de volgende podcast. Super. See you. Dankjewel.